Nog iets schattigs, eigenlijk iets wat ik zelf heb ontdekt op mijn werk. Ja, dat is echt in mijn winkelmandje. Hallo allemaal, welkom terug in een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie nog een keer een shoplog. Het leek me wel tof om mijn aankoopjes van de Action te laten zien in de vorm van een video. Via Instagram zal het veel te lang zijn en dat is zo moeilijk ook, omdat je zo via stukken moet filmen. Dus daarom dacht ik, jullie zien dat graag zo van die video's. Daarom heb ik vandaag terug voor jullie een Action shoplog. Het is niet alleen deze bak, maar ik heb dus nog een andere bak. Dus ik zal zeggen, ben je benieuwd wat ik allemaal in de Action heb gekocht? Kijk snel verder naar deze video, doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal. Laten we meteen beginnen met de eerste bak. En deze bak heb ik ook gekocht in de Action. Kijk, dat is deze mooie roze bak. Ik heb er dus twee gekocht. Die waren rond de 4 euro ongeveer, dus zo weten jullie dat. En hierboven aan ligt er een douchezuil. En dat is eentje van Dove. Ik zal jullie even laten zien. De relaxing douchezuil met kokos en jasmijn. Dus dat is deze. En ik ben daar wel benieuwd naar. Ik vond het in de winkel. Die echt heerlijk rook. En die was denk ik 1,79 euro. Dus dat is niet zoveel. Dan kocht ik ook nog een mapje. Ik dacht dat is wel handig voor. Ik heb dat eigenlijk ook voor op mijn werk. Voor wat papierdingen en zo in te steken. Zo'n roos mapje. Ja, roos, dat is mijn kleur. Dus ja. En dan zag ik nog iets schattigs. Eigenlijk iets wat ik zelf heb ontdekt op mijn werk. De kinderen kammen zo graag hun babypopjes hun haar. Dus ik dacht dat is misschien wel leuk. Normaal gebruiken ze zo'n grote borstel voor volwassenen. Maar ik had daar zo'n beetje compassie mee. Ik zeg, oh, ik ga toch een keer zoiets proberen. Dus ik heb zo'n set gekocht met borsteltjes. Ik heb er wel maar twee gekocht, omdat ik dacht, ik ga het hun eerst een keer laten proberen. Of dat ze dat wel leuk vinden. En ja, daarmee dat ik dacht, ik heb er voor te beginnen maar twee en dan zien wat ze ervan vinden. Die waren ook niet zo duur. Ik ga een keer zien. Eens zien op mijn rekeningske. Haarborstelset, 1,29 euro. Nu, dat valt wel nog mee. Dus ja, voilà. Dan deze hele toffe en mooie scrunchies in glinsterkleurtjes. Ik heb ze in zilver, zilver, roos, roosachtig en zwart gekocht. En ik vond die er echt mega mooi uitzien. En deze scrunchies kosten, dat was ook niet zo duur. Ja, alles is niet duur, totdat je rekening op het einde zit. Ik vind het niet direct terug. Een 80 cent ongeveer, zoiets. Ik denk dat het zoiets was. Dan kocht ik ook nog voor te knutselen van die wiebeloogjes. 60 cent, ik heb het daar juist gezien. Van die doekjes, make-up doekjes voor swatches weg te vegen. Ik heb hier nu nog een swatch op mijn hand. Om daar juist iets te testen. En dat is zo'n 70 cent. Dan, omdat de herfst er toch bijna aankomt. Ja, we moeten eraan denken. Heb ik alvast wat decoratie gekocht. Voor hier al achter. Dat is zo wat leuk te maken. Dus ermee. Voilà. En dan, ik heb er nog eentje gekocht. Om op mijn werk ook wat het lokaaltje wat leuk te versieren. Dus ik dacht, dat is nu de moment, anders is het gebied weer helemaal uitverkocht. Dat was ook niet veel geld. Dat was, eens zien. Als we terugvinden. Ik denk dat dat van boven ergens stond. Herfstdecoratie mix. 1,99 euro, dus dat is niet veel geld. Ik kocht ook nog stickers in de vorm met autootjes. Allemaal auto's, camions, verkeersborden. En dan ook nog een schattigere variant met konijntjes, pandas enzovoort. Eens zien hoeveel dan die kosten. Deze stickers waren 70 cent per stuk. Schattige stickers. Ik kocht ook nog een boekje, zo'n schriftje. Om natuurlijk wat dingen te noteren. Heel handig. Dat is 1,29 euro. Iets dat ik al een tijdje wou, maar twijfel om te kopen. Het was eigenlijk wel niet zo duur. En dat is deze lader met twee USB-poorten zo. In een zebraprint. Ja, het was niet veel anders. Anders was dat of tijgerprint. Ja, dan kies ik liever voor zoiets. Daarvoor moet ik wel even mijn rekening bijnemen, want dat weet ik niet van buiten. Everyday mat. Nee, dat is het niet. Ah, hier. Duo USB. 3,89 euro. Al ietsje duurder, maar nog steeds. Niet zo duur. Dat valt goed mee.
Dan een product waar ik wel benieuwd naar ben. Als jullie daarvan een review willen zien of iets op Instagram of zo, moet jullie het maar zeker laten weten. Dat is deze Beauty Milk van Gliscure. Ik weet dan niet dat jullie dat kennen. Eens zien hoeveel dat die kostte. Het was ook niet zo heel veel geld. Ik zeg dat hier bijna bij alles wat niet veel geld is. En dat is de Dove douche gel. Gliscure Hair Milk Spray. €1,82. Dus dat is een koopje. Dan zag ik iets liggen en ja, dat moest echt in mijn winkelmandje. Namelijk deze heurbuiltjes voor u tussen kleren met Zwitserheur. Mijn kast en mijn kleren gaan echt naar baby ruiken. Dus dat is wel leuk. En daar zitten er zo van die. Er zitten er drie in, denk ik. Drie heurbuiltjes. Deze heurbuiltjes waren €1,99. Wat wel nog redelijk. Allee, het is. Kost genoeg, dus ja. De herfstdecoratie heb ik laten zien. Dan heb ik hier achter nog een doos. Dus ik heb er zo twee gekocht, zoals ik zei. En dan in deze doos zit onder andere een tandenborstel. Ik had dringend een nodig. En dat is de soft variant. Ik heb niet graag dat zo hard aanvoelt, zo'n tandenborstel. Uiteraard in het roze. Oei, daar heb ik mijn rekening mee. Ik vind het niet direct terug, maar ik weet dat zo rond €1,50 was. Dat zal wel niet meer zijn. Nog wat pleisters, die waren 30 cent. Ik weet dan nog dat ik dat heel weinig vond. Wenskaarten, ik dacht dat is ook wel handig om in huis te hebben van de verschillende wenskaarten. Hier staan de verschillende dingen op, welke dat je hebt. Dat is wel leuk, deze wenskaarten waren... Wenskaarten, 99 cent. Dan iets van, iets waar ik een beetje een verslaving aan heb. Dat is één notitieboekje, wat ik ook nog mee heb. Maar dat heb ik in de HEMA gekocht. Ik zal het jullie ook laten zien. En twee opbergdingen. Opbergmanden, opbergkasten, alles wat opberg te maken heeft. Ik zag deze. Ik kon die absoluut niet laten liggen. Maar ik heb een goed excuus. Ik heb ze nodig voor op mijn werk. Dus ja. En die waren denk ik rond de 40, 39 cent of zo voor zo'n één mandje. Valt wel mee. Nog iets wat ik niet kon laten liggen, is dit. Maar zoals je ziet, ga ik het ook wel gebruiken voor op mijn werk. En kijk hoe schattig. Echt mega lief. Dus ja, kijk daar wel naar uit om dat te gebruiken. Het ziet er al heel wat leuker uit als je zo wat kleur brengt in je interieur. Dan heb ik ook nog vier van die hastendoeken mee. Ja, hier liggen er maar drie, maar ik heb er nog één ergens liggen. En in het mooie poederroze kleur. Ja, op de camera zien jullie dat niet zo goed. Het is echt poederroze. En zo één handdoekje was, eens zien, hastendoek, zachtroze, 75 cent, wat niet veel is. Nog wat documentmappen, ook altijd handig om dingen te sorteren, dat was denk ik rond de 30, 40 cent, zoiets. Ja, zoiets zal het zijn, ja. Dan nog een schoenendeo, want ja, na een dag werken. En dus een schoenendeel wel nodig. Dat was rond de €3 wel, denk ik. €2,99. Ja. Dus deze schoenendeel. En dan uiteraard deze. Voilà. Zo, dat was alles wat ik in de Action heb gekocht. Ah ja, ook deze nog. Etiketten. Handig. Dat was ook niet zoveel. Maar ik vind het ook niet zo terug. Dus, maar moest je echt specifiek van deze prijs willen weten dat ik niet heb genoemd, laat dan zeker achter in de reacties. Dan heb ik nog één zakje. Dan bij de HEMA, want ik had zo nog wat dingen nodig in de Action van zo'n to-do-lijstjes en zo. Maar dat heb ik helaas niet gevonden. Ik denk met school, veel mensen hebben dat dus al gekocht, want waren wel waar ik in mee. Maar ik kocht het dus bij de Action. Als eerste dit to-do-boekje, lijstje. Ik denk dat je dat wel zelfs kunt omhoog hangen, zo. Lijkt me wel handig. En het is zo'n marmerprintje. Dat is wel leuk. En deze was... to-do-lijst, €2,25. Dan een van mijn duurdere aankopen bij de HEMA, valt wel mee hoor. Is deze schrijfblok Daily Notes, een beetje een dagplanning. Hier kun je opschrijven wat je vandaag nog wilt doen. Morgen en dan nog een apart to-do dingetje en nog een apart klein vakje. Mijn stilo bij, alhoewel ja, het is €5,50, dus ja, mijn stilo bij. Ik had het eigenlijk niet gezien, valt dan nog goed mee. Dus zo. Vond ik wel leuk, dat was nieuw volgens mij. Dan heb ik nog een boekje gekocht. Ik weet dat ik dat... Wacht hoor, waar is hier? Dat boekje al heb gekocht, maar... Eigenlijk vind ik stiekem deze kleur veel leuker. Maar ik kan een ander boekje als reserve gebruiken, dus ja, dat valt wel mee.
En die was 1,50 €. Dus dat is ook nog redelijk goedkoop. Dan heb ik nog een klein portemonneetje mee. Deze. Vraag je waarschijnlijk af wat ik daarmee ga doen. Nu ja, ik ga daar mijn pas en zo in steken. Mijn bankkaart en mijn fitnesskaartje. Omdat ik dat nu steek in zo'n doorzichtig klein tasje van de Primark. Maar dat is niet zo mooi meer eigenlijk. Dus ik had wel wat nood aan een nieuwe kun. Dus die vond ik wel heel schattig om overal mee te nemen. En dat is ook meteen alles wat ik gekocht heb. Voilà. Ah ja, de prijs wou ik nog zeggen. Deze was 3,25 €. Dat is eigenlijk ook niet zoveel geld. Dus zo, dat was mijn shoplog alweer van de Action en de Gema. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als dat zo is, doe een duimpje omhoog en abonneer zeker op mijn YouTube-kanaal. Tot de volgende video. Dag!